Zij voelt. Glim van het scherm af. Die? Maakt niet. Ik vind altijd veel vakkennis geeft zelfvertrouwen en geeft rust. En op het moment dat ik gewoon veel weet over iets, dan voel je daar meer comfortabel bij om het te doen. Ik vind het allerleukste aan die kennisvergaren om allemaal nieuwe dingen te leren en te kunnen. En dat je ook weet hoe je bijvoorbeeld iets moet gebruiken. Dus als iemand een klant of zo vraagt om een bepaald iets, een bepaald beeld of een bepaald effect, dat je gewoon weet hoe je dat kan bereiken. Het gevoel dat je het goed doet voor mensen, dat je iets kan toevoegen voor hun diner of voor hun verblijf. En dat ze bij jou terugkomen en dat ze het gewoon als een echte prettige ervaring zien. Dat maakt mijn werk heel mooi. Ik ben begonnen op een mbo-theaterschool. Ik vond daar eigenlijk het altijd heel jammer dat we geen beeldmateriaal hadden van wat er gebeurde tijdens de repetities. Dus toen ben ik zelf gaan fotograferen. Op een gegeven moment kwam eigenlijk een docent naar mij toe en die zei: Joep, je bent een hele leuke acteur, maar denk je niet dat je veel meer plezier haalt uit het fotograferen? En na de theaterschool ben ik me daar volledig op gaan focussen. Ik kwam er in mijn derde leerjaar achter dat ik eigenlijk wel meer wilde ontwikkelen dan alleen een goede gastvrouw zijn. En toen kwam skills eigenlijk op mijn pad. En door meedoen aan de skillswedstrijden ontwikkel je jezelf gewoon op een heel ander gebied. Ik ben niet echt van de perfecte plaatjes of de meeste rechte, gelikte afbeeldingen. Dat is ook wel iets wat we op de theaterschool hebben geleerd, dat perfectie eigenlijk saai is. De resultaten die ik inmiddels heb geboekt voor de skillswedstrijden zijn dat ik nu tweevoudig Nederlands kampioen gastvrouw ben geworden. En dit jaar ga ik naar de wereldkampioenschappen in Rusland. Ik denk dat de overeenkomst tussen het fotograferen en het acteren is dat ik in ieder geval het leuk vind om een connectie te maken met degene die tegenover mij zit. En samen maak je iets en dat vind ik nog steeds wel heel bijzonder. Het is niet dat ik per se de beste wil zijn, maar ik wil graag kijken wat ik er nog meer uit kan halen dan wat er nu in zit. Ik denk dus dat ik best wel voor het mbo best wel onzeker was. En na het mbo was ik denk ik wel echt veel zekerder van mezelf en kon ik ook wel duidelijker keuzes maken tussen wat ik bijvoorbeeld leuk vond. En dat is wel echt een hele grote leerschool. Dus ik kijk vooral terug op een tijd waarin ik heel erg ben ontwikkeld en waar ik heel veel ervaring heb opgedaan, zowel op school, maar ook gewoon in de praktijk. En daar heeft het mbo gewoon een hele mooie bijdrage aan gehad. We gaan beginnen. Ja, we gaan beginnen. Ja, dat is ja, want anders blijft me lullen. Ja, blijft me lullen.